Komende zaterdag dan opent het museum het Oude Raadhuis weer de deuren. Het museum was sinds november vorig jaar dicht vanwege een verbouwing. Eigenlijk zou het eind maart weer open gaan, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten. Komende zaterdag dan kunnen de deuren toch nog gaan openen. Wethouder Freek Brouwer, bent u er al helemaal klaar voor zaterdag? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, daar hebben we ook lang op gewacht. Dus het heeft lang geduurd. Maar gelukkig na een lange winterslaap kan het museum weer open. Ja, voor de mensen die het museum niet kennen, wat is het Oude Raadhuis eigenlijk voor een museum? Nou, het Oude Raadhuis, de naam zegt het al. Het was een raadhuis tot in de jaren 80. Toen werd het te klein. Dus dan is er een nieuw raadhuis is er gekomen, een nieuw gemeentehuis. En toen is het dus omgetoverd tot een museum. En het is een museum dat eigenlijk de geschiedenis van Urk weergeeft. We hebben een 1000 jaar oude geschiedenis. Dan moet je niet denken dat je er heel veel rijkdom vindt. Urk was vroeger een arm eiland. Maar je vindt toch wel heel veel kenmerkende zaken nog. Dus dat gaat van klederdracht tot oude winkeltjes, zoals een kapperzaak die er ook in zit. Tuurlijk komt de visserij komt er aan bod. De aanleg ook van de Noordoostpolder. En wat wel vrij uniek is, dat is er later bijgekomen, een woningje die daarnaast is aangekocht. Dat is dan echt een originele visserswoning, waarin je wel kunt zien hoe de mensen vroeger leefden en in wat voor benauwde ruimte ze eigenlijk met elkaar doormaakten. Maar dat is echt heel mooi ingericht is dat ook. Dus eigenlijk heel oud Urk is te vinden in dat museum? Ja, nou heel oud Urk is een groot woord, want er is natuurlijk, kijk een Urker. Heeft wel een beetje inzicht van, tenminste vroeger, nu hebben we veel meer oog voor de cultuurhistorie van wat oud is, dat gooi je weg en je koopt nieuw. Gelukkig hebben we daar wel een kentering in meegemaakt. Wat je trouwens ook vindt, dat is wel ook wel even goed om te benoemen, ook werk van kunstenaars. Urk is wel heel veel in de belangstelling geweest in de vorige eeuw en de eeuw daarvoor, met name de 18e en 19e eeuw van kunstenaars. Dus de beroemde kunstenaar Ernst Leyden heeft hier ook gewoond. En daar vind je ook nog werken van. Maar neemt u ons nog mee. We komen de deur daar binnen. Wat zien we dan aan nieuwe dingen in het Oude Raadhuis? Nou, wat nieuw is eigenlijk. Als je gaat binnenkomen, dan kom je dus in de museumwinkel. En bij de balie. En dan zul je zeggen, ja, dat kom je overal tegen. Maar dat is wel nieuw. Want daarvoor zat de toeristeninfo erin. En het zal bij jullie bekend zijn dat de toeristinfo verhuisd is naar de haven. Mm-hmm. Dat is veel makkelijker te vinden voor de toerist. Dus dat is een nieuwe ruimte geworden. Waarin wij dus zelf een winkel hebben kunnen inrichten. En een nieuwe de balie opnieuw kunnen inrichten. En dus dat is eigenlijk nieuw wat je daar vindt. En dan vervolgens ga je het hoekje om. En dan kom je al heel snel bij de klederdracht. En de klederdracht dat is niet alleen de klassieke klederdracht zoals wij dat nu zien. Hè, met een gestriept boordje. En de ulle bij de gestriept boordje bij de mannen en de ulle bij de dames. Maar de klederdracht die heeft een hele evolutie doorgemaakt. Dus dat was vroeger een hele kleurrijke klederdracht. En die heeft verschillende stadia is die meegemaakt. Mm-hmm. Dan vervolgens vinden wij een aparte afdeling van Jantje de Knipper. Dat is onze bekendste kunstenaar die ook in het lexicon voorkomt. Van beroemde of bekende kunstenaars. Daar zijn ook twee werken voor aangekocht. Die zijn nu te bewonderen ook. Dus het is een aparte kamer met de unieke knipkunst van Jantje de Knipper. En de kenners die geven ook inderdaad dat positieve oordeel over dat bijzondere werk van deze autodidactische kunstenaar. Zoals hij zichzelf ook ontwikkeld heeft daarin. De visserij krijgen we daarna. Dus de visserij wordt uitgebeeld. Met zoals de bekende boomkor zoals dat is. Je vindt ook een vitrine over Urk in Wereldoorlog 2. Dan vinden we de beroemde schilderijen. De bekende schilderijen van Ernst Leyden en ook andere schilders. De scheerwinkel van de Ober, van vroeger zoals we die noemen, komen we tegen. Maar is dat allemaal nieuw of is dat vernieuwd? Vernieuwd. Er zijn dus vernieuwd is een groot woord in een museum. Nieuwe werken, dat gaat niet zo makkelijk. Er zijn dus nieuwe werken van Jantje Knipper erbij gekomen. Die hebben wij gekregen van de familie die door vererving deze ontvangen hadden. En we hebben ook twee beeldwerken van een kunstenaar hebben we erbij gekregen. Dat is de kop van een Urker, of een Urker man en een Urker vrouw. En die zijn van, de naam zegt mij niet, zal ik eerlijk zeggen, maar hij moet dus wel bekend zijn in het jargon, dus dan van Louis van der Noorda.
Maar voor een museum is dat best wel wat. Dus er zijn ook wel kosten mee gemoeid. Dus dat zijn wel nieuwe werken die gekomen zijn. Natuurlijk is het ook opgeknapt, heeft een nieuwe schilderbeurt gekregen. Het is alweer wat frisser en wat beter geworden. Het was ook nodig dat het een goede opfrisbeurt kreeg. Want ik weet niet of bij jullie bekend was, maar het museum is dicht geweest vanwege houtworm in de winter. Dus het is niet een winterslaap geweest, maar we zijn echt heel hard bezig geweest om alles op te knappen, te vernieuwen en te beschermen tegen houtworm. Dus dat is wel de belangrijkste reden geweest. Het was dus echt nodig om het op te knappen. Eigenlijk was het dus eind maart al klaar, maar vanaf zaterdag gaan de deuren dan eindelijk open. Moeten bezoekers hun plekje reserveren of kun je gewoon naar het museum komen en je kunt daar naar binnen gaan? Ja. Nee, door de versoepeling hoef je niet meer op aanvraag te doen. Dat was aanvankelijk wel zo. We zouden ook eigenlijk al iets eerder open gaan, maar door de versoepeling moesten we toch wat maatregelen treffen. Dus je moet een looproute hebben en je moet zorgen dat de mensen dat wij niet te veel mensen tegelijk hebben. Er kunnen niet meer dan 10 in. Dus maximaal mogen er 10 bezoekers in voordat iemand anders er weer bij mag. En dus reserveren niet. Dus iedereen is van harte welkom. 10 mensen. En dat is het? Of zijn er nog andere regels die gelden? Nee, het belangrijkste is toch, we kennen de 1,5 meter, wat natuurlijk overal genoemd wordt. Er is natuurlijk desinfectiemiddel lichter, de looproutes zijn er en je kan nog niet contant betalen, je moet met de pin betalen. Het zijn eigenlijk de regelgeving die je momenteel overal tegenkomt. Oké, nou je hebt het museum dan eigenlijk een beetje voor jezelf, hè? Als je maar met 10 mensen Ja, dat is niet veel hoor. Ruimte zat om te kijken. Nee, maar het is een museum met nauwe doorgangen. Dus we moeten deze maatregelen wel treffen. Want anders wordt het al meteen een op één. Ja, duidelijk. Freek Brouwer, wethouder van Urk. U bent er zaterdag natuurlijk ook bij. Dus ik wens u dan een hele mooie, leuke, heugelijke dag.